Bulls en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video neem ik Bitcoin mee en NIO. Dus het wordt een beetje klein, een korte video. Een korte video kan bij mij een 10 minuten duren of een 20 minuten duren. Maar blijf in ieder geval hangen, neem wat te drinken en mocht je er wat aan hebben, zet het even in de comments. Uh, ik ga je straks ook wat laten zien bij NIO en dan wil ik ook wel weten voor jullie of jullie daar vergelijkbare dingen in zien of andere dingen in zien. Dus ik hoop dat je daar ook een beetje dan in oplet. Uh, voor als je nieuw bent, ik upload ongeveer 5 video's per week. Alles over crypto, meer mijn kijken. En wat ik in de afgelopen negen jaar heb geleerd in de crypto, wil ik aan jullie brengen. Tenminste, gewoon gratis leren. Laten we er gelijk induiken, want Bitcoin die blijft maar een beetje daarboven hangen. Geeft het geeft weer ruimte voor de Alt weer om te groeien als het een beetje sideways gaat. Op zich in zo'n sterke move moet je daarmee oppassen. Je hebt gewoon wat... Uh, ja, met rooskleurige dingen, dat je de, bij de alts, zoals ik heb in mijn laatste video's heb ik heel veel alts behandeld, uh, zodoende kun je daar de kansen zien en waarschijnlijk vallen daar de percentages op dit moment halen. Let op de Bitcoin-dominantie, gaan we straks ook wel heel eventjes naartoe. Maar eerst even de prijs, gewoon de koers van Bitcoin. Als je die, ik noem het maar even rode VIPs, de rode VIPs ziet, dan zie je dat die bij die 1.6 en 8 is gepierst. We proberen daar de hele tijd doorheen te gaan. We zijn er nu doorheen. We hebben het gebroken. We hebben het getest. Dus het lijkt wel alsof we nu naar het volgende target gaan. De volgende target ligt een beetje bij die 75.000. Mochten we hier gewoon een top hebben gevonden. Want alsnog in mijn andere video's geef ik ook steeds over Bitcoin. Je bent hier nog steeds in het gedeelte van dit gedeelte. Je bent niet veel verder uitgebroken. Hier pas ben je verder uitgebroken. Maar je bent nog steeds hier waar je een goede retrace kan verwachten. Net als dat je dat hier kan doen. Of als we veel verder gaan. En mijn 4.236 die zit nu een beetje bij die 95.000. Ik ga deze wat meer fine-tunen, maar het zal een aparte video over Bitcoin worden. Dus het wordt ook niet te diep op Bitcoin ingaan. Je ziet ook dat die al een tijd sideways, uh, of tenminste aan het range is vanaf 20 oktober ongeveer. Dus ja, mijn strategie blijft hetzelfde. Mocht het dalen, dan heb je die witte VIPs. Die 0.6 en 8 ligt een beetje bij die 45.000. Dan heb je nog de 0.786, de 0.833. Besef als we hier zijn. En dit, deze bodem nog een keer moeten testen of dit, dit support moeten testen. Heb je grote kans dat we er doorheen gaan. Of we vinden eindelijk structuur om die hogere move kun, te kunnen maken. Maar goed, je hebt hier dus uh, ja, het rooskleurige plaatje, dus dat je in de alt heel veel al uh, kansen ziet. Uh, de bitcoin heeft nieuwe Alten's. Ethereum heeft nieuwe Alten's. Het enige, uh, of tenminste, nu komen de rode flag, uh, flags. De red flags de rode flags. Hier heb je gewoon geen volume. En dat zie je bijna bij elke uh, grote munt wel. Even uh, in sommige alts waar je dus wel hier volume ziet. In, in zo'n grote move kun je misschien een grotere move verwachten. Maar bij Bitcoin zit geen volume. En uh, is eigenlijk een slecht teken, want dan zit er ook niet groot geld in. Ook al zal je allemaal berichten horen dat het grote geld erin zit. Je ziet hier heel duidelijk. En het is vaak beter een beetje op de driedaagse te zien. Even automatisch. Maar kijk naar het volumeprofiel in dit gedeelte, dus waar je een hele grote move hebt en waar maar door blijft groeien, en die grote volume gaat ongeveer tot en met hier. En hier heb je nu een hele grote move, zonder of tenminste helemaal niet in verhouding met het volume wat we hier hebben gezien. Wat ik dan ook vaak zeg is dat je dan dit soort moves kunnen zich in eentje terug gaan geven, niet in één candle, maar het hoeft niet heel veel voor te stellen. Dus dat zijn weer de rode vlaggen. Dan heb ik nog een rode vlag is dat we met de dollar uit zijn gebroken. Tenminste, uit zijn gebroken. Vanaf de dollar zitten we dus al dat Bitcoin zo naar beneden is gegaan. Zie je hier dat de dollar is gaan stijgen. En nu ben je met de dollar hier uitgebroken. Nu moet je eigenlijk hopen op een goede retrace. Maar wat je vaak ziet is dat hij dan in één keer doortrekt naar deze VIP. En dit kan nog wel wat voor verwarring in de crypto zorgen. Want mocht we hier naartoe gaan. Ja, dan, dat betekent dus dat een dollar sterker is. Of tenminste dat de dollar sterker aan het worden is. Uh, Bitcoin staat heel veel tegenover een dollar. Uh, ik weet dat heel veel mensen ook tegenover euro kijken, maar het meeste geld wat er in de wereld omgaat zijn dollars. Daar is de euro niet heel groot mee vergeleken. Natuurlijk uh, heel veel geld, maar de dollar is daar echt gewoon een leider in en een goede indicator voor heel veel markten. Zie je dit ook vaak heel erg stijgen? Ik kijk ook naar het verleden om te leren wat een beetje dollarprijs op de dollarprijs of koers kan doen. Zoals leren ook wat er in dit gedeelte gebeurde met de crypto, voornamelijk dit laatste gedeelte. En kijk ook weer wat er met dit gedeelte gebeurde toen wat er in de crypto gebeurde. Ook in aandelenmarkten kun je dit terugzien. Hier zie je de coronadip. Dus misschien is dat wel het mooiste voorbeeld. Zie je eerst een push down en hier zie je het groeien. Dus eigenlijk in deze groei zie je alle markten heb je die crash gezien. Dus dan zie je dat al het geld naar de dollar, of tenminste heel veel geld naar de dollar gaat. En daardoor zie je die dollar hier groeien. En vanuit hier had je die coronadip was voorbij. En toen zag je alle markten upliften en dan zie je dat de dollars weer... In aandelen, eigenlijk in allerlei soorten producten wordt gestopt. Dus dat zijn de rode vlaggen. Ik, uh, voor mij ook een beetje verwarrend. Uh, dit is voor mij heel leidend. Ik besef wel, ik ben hier bij een punt. Als je ook links kijkt, was je ook hier bij dat punt. Dus je kan hier echt wel een goede resistance verwachten. Je bent nog niet bij die 0,5. En je ziet ook hoe belangrijk die 0,5 is. Die zit weer bij een soort van bodem. Waar je hier als eerste supporter vindt. Dus hou deze in de gaten. Ik heb hem ook al in andere video's terug laten komen. Volgens mij een week of twee geleden. Dat, dat ik al zei: van als dit gaat rentje, dan krijg je gewoon wat meer ruimte. Nou, het ging rangeen En het, het gaf wat ruimte aan bitcoin om te groeien. Maar nu begint hij te groeien. En ja, dat is vaak gewoon niet echt een heel goed teken. Dus je moet hopen dat deze een goede retrace gaat maken. En dat we dan weer ruimte in de, in de crypto krijgen om te groeien. Dan even bit, uh, bitcoin hebben we nu al gedaan. Ik zei dat ik nog even de dominantie erbij halen, die is gewoon een indicator. Dus gewoon een goede indicator om te kijken van uh, hoe sterk is bitcoin in de markt. Uh, dus is het, het is een marktleider, want hij heeft 43, dit staat voor 43,44% van de markt zit in bitcoin het geld. Je ziet ook dat die echt alleen maar aan het zakken is. Maar goed, één zo'n push kun, kunnen alle alts helemaal naar beneden halen. En dat heb je ook wel gemerkt de afgelopen maanden. Je hebt nu een stuk... En ik zit op mijn driedaagse, dat je even bent gaan dalen. Ik heb ook, uh, een, of tenminste uh, gesprek met iemand, en die vroeger ook haal je dat er steeds bij. En toen liet ik ook zien, en dat rondje zie je nu niet meer. Maar die jongen die weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Toen zei ik ook wel van: toen waren we hier, want dit groeide en alle alts die bleven zakken. Als we, hier gingen, als we hier doorheen zouden zakken, zou je wat ruimte krijgen voor alts. En dat krijg je nu dus ook. Je hebt hier echt nog steeds een ruimte waar, waarin je lager kan gaan. Maar hou deze in de gaten, want je ziet hij heeft die rode moving average gepierd. Hij probeert er eigenlijk nu al één, twee keer doorheen te gaan. Dus het lijkt erop dat hij hier wel wat sterker gaat worden. Volgende punt: als hij daar doorheen gaat breken, dan moet je weer op je als letten. Dus hier zit er heel veel risico in je als. En aan de onderkant. Dan kun je tenminste gaan we hier naar beneden, dan kun je vol met alts treden. Um, wat ik dus wilde laten zien is NIO. Dus we gaan nu ook naar NIO. Ik wil, ik hou het gewoon heel kort, want in mijn vorige video heb ik het best wel uitgebreid over NIO gehad. Ik vind het gewoon een goede coin en als die gaat, dan heeft het vaak een sterke move. Net als dat het hier liet zien het maar gaan, maar het ook een sterke move down. Waar het mij nu om gaat, en ik ga heel even alles weghalen, want dit kun je zonder Fibonacci doen. Het is meer gewoon een beetje weer die patronen zien. Ik weet niet of ik het heel duidelijk kan krijgen. Het is ook niet exact hetzelfde. Maar wat, wat ik begon te zien is dat je eigenlijk in dit gedeelte... En nu moet ik toch... Ik ga alles weghalen. Dus haal alles uit de vorige video's met mijn targets. Ik heb het zelf, voor mezelf schrijf ik het ook altijd op die targets. Dus ik weet precies waar ik die targets weer moet halen. En zodoende kan ik weer terughalen. Waar mij dus om gaat, is dit stuk. En dit is misschien een beetje FOMO voor iedereen, maar het kan zomaar gebeuren natuurlijk. En je ziet het gewoon in, in, in een loopring en in andere coins dat, je dat, uh, dat er echt wel groei mogelijk is in de alt. En dat ene patroon is dus dat ze vastzitten in die moving averages en dat ze daarna uitgroeien. Oké, okay, waar ik het dus over wil hebben is... Je hebt hier in ieder geval Square. Dus dat betekent dat we daar wel naartoe kunnen gaan. En hier wat Wix. Dus dat zou die eerste targets kunnen zijn. Dus die eerste retracement targets. Ik wil je niet FOMO geven, maar ik ga het toch een beetje doen. Hier zitten we in een heel ander jaar. Dus hier zitten we in 2017. Er gebeuren heel andere dingen. Corona is daar nog nooit gezien. Dus uh, het hoeft helemaal niet precies hetzelfde te gebeuren. Eén ding wel. Tenminste, één ding hoeft. Uh, dat gaat niet hetzelfde gebeuren. Maar wat ik wel, wel vaak zie bij de uh, crypto. Is als het de grote move moet maken. En kijk deze week, dan is het vaak eerst de goede daling voordat die grote move gemaakt gaat worden. Maar waar, waar het mij dus om ging, is dat je eigenlijk een beetje een soort gelijk patroon krijgt. Dus hier heb je die eerste push sideways, een soort van poolvlek. En dan die grote push. Dan val je naar beneden en je test eigenlijk weer die uitbraak hier. Hier is de markt wat volwassener. Dus je hebt eigenlijk hier dat het wat, wat langer duurt, die sideways. Dus hier die push omhoog. Een soort van uh, bullflag bedoelde ik. Hier een wat grotere sideways move. En dan pas die push-up. Up. En dan krijg je die push-up. En dan val je weer hierop. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat er hier gebeurt. Dan gaat het hier hoger terug. Zoals je ziet. Dus je ziet, je, je valt iets van... Misschien is dat er wel even goed om te meten. En daarom mijn vraag ook. Zien jullie andere dingen of halen jullie andere dingen uit? Zet het in de comments. Ik ben gewoon benieuwd naar jullie perspectief erin. Dus hier ben je... En ik meet het niet goed, want ik praat er doorheen. Volgens mij was dit 80%. Maar 75%. 75% down. Dat kun je ook hier. Hier zitten we wel meer dan 80%. Als dus ik me echt vanuit die wik meet, tot en met hier. En ja, dat zie je hier. 82%. Het zit niet precies, maar je ziet wel dat het vergelijkbaar is. Dus je hebt een push-up, uh, push sideways move en dan de grote push-up. En dan val je weer 70-80% naar beneden. Uh, de push-up, want je komt er hier eigenlijk uit deze uh, down-patroon nog niet helemaal. Je ziet dat je het eerst weer moet testen en daarna gaat die push-up. En omdat je gewoon wat volwassener bent, kan het allemaal wat langer duren. Hier zie je ook het gaat supersnel snel. Je bent hier wel nog boven alle. Move, of tenminste, je zit hier vast tussen die moving averages, waar je hier dus boven die blauwe blijft hangen. Dus dat is al een ander gedeelte dan dat we hier hebben gezien. Vaak tekenen dat we lager kunnen gaan. Dus wat ik nu verbeeld, dat hoeft helemaal niet uit te komen. En ik vraag me toch af, want ik heb een beeld gezien waar ik het echt exact hetzelfde En hier ga je eigenlijk al wat meer hetzelfde zien. Dus je krijgt hier die down move. Gaat toch heel even verder. Ik denk dat het eerder deze was goed, je hebt weer het beeld. Dus je hebt weer die push-up en een down-move, 70-80%. Een push-up, een down-move, 70-80%. Je gaat sideways. Als we hier nu weer straks een level omhoog gaan, dan krijg je echt een soort gelijk patroon. Dus hou dit in de gaten. Ik vind hier wel een super goede coin. Kijk op mijn vorige video voor de targets, want ik heb genoeg targets. En ja, de eerste targets die je gewoon moet hebben, zijn deze. Die zijn eigenlijk ook het meest simpel. Die kon ik al vanaf 2018 of de, ja, 2018 kon je die al hier trekken. En zo zie je ook een hele lange tijd zit je erin vast. Het eerste push-up, waar gaan we naartoe? Naar die 0,236. Ook weer terug te verhalen naar deze push-up. En daarna, ja, daarom vind ik het niet al super goed. Hij pusht hem in één keer door. Grote wiks bij die 0,6 en 8. Vaak tekenen dat we hoger kunnen gaan. Net als hier, een piercing. En we gaan hoger. Dus mochten we nu hoog gaan, dan zijn dit je eerste targets. Die 156 en die 165 dollar. En natuurlijk mochten we gaandeweg omhoog gaan en hier niet verder komen. Want dat, dat zouden eigenlijk je eerste, allereerste targets moeten zijn. Dit zijn je allereerste targets. En die werken prima. Ik heb, moet hem wel nog fine-tunen. Maar mij ging het dus voornamelijk om dit gedeelte. Wat je waarschijnlijk terug gaat zien in dit gedeelte. En volgens mij met Findtune kwamen we hier op, Want dan had je die 0,382 gepierst. Dus mochten we eerst verder gaan, dan heb je eerst deze witte VIPs. Die 0,68 weer belangrijk. Je ziet ook weer waar dat zit. Bij een square up hier. Maar ook weer bij dit gedeelte hier. Dus hier ook een beetje rond die 90 dollar. Gaan we echt door de grond heen. Dus je kan hier gewoon bij die 0,68 een goede uh, retrace verwachten. Gaan we net als hier in één keer er doorheen, Dan kan je weer die oranje vissen pakken. Gaan we daarna verder. Dan had je die blauwe vips die je in het begin van de video zag, of tenminste, in het begin van de Nio zag. En die gaan nog volgens mij een, tot een 230 dollar uit mijn hoofd. Maar daar komen we wel weer een keertje op terug als we hier doorheen zijn gebroken. Als we nu de volgende target hier die 0 6 en 0 8 gaan we Nio weer behandelen. En dit was het voor de video. In mijn volgende video ga ik wat aanvragen doen. Ik heb er volgens mij nog een, een stuk of negen te doen. Dus het worden waarschijnlijk twee video's. Hebben jullie even mazzel, want dan worden twee video's op een zondag. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En voor de nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Het blijft elke dag, elke dag dan groeien en ik waardeer het enorm. Uh, Vond uh, je dit een leuke video? Geef het ook een like. En wees ook niet bang om mijn video's te delen in groepen, familie, vrienden, uh, iedereen die wat met, met crypto wil leren. Want ik hoop gewoon dat iedereen met Fibonacci. Leer te werken, zodat kan je je mindset goed onder controle houden. Je weet waar je moet kopen, je weet wanneer je niet moet kopen, je weet wanneer je moet verkopen. En zodoende kun je eigenlijk gewoon steeds beter treden en investeren met Fibonacci. En dat hoop ik je allemaal bij te brengen. Dus blijf hangen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Adios.